Dit is het Cor Molenaarsjournaal en vandaag ben ik in gesprek met Michel Cornelissen, communicatiestratege. En daarmee zeg je natuurlijk in feite alles al, hè? Want communicatie is toch wel flink veranderd de laatste paar jaar, lijkt mij. Ja, behoorlijk. Behoorlijk. Er zijn heel erg veel ontwikkelingen geweest in de laatste 10 jaar die ons communicatievak behoorlijk overhoop hebben geworpen. En je merkt gewoon door deze ontwikkelingen dat er spannende tijden zijn. Ja, wat is eigenlijk het grote verschil tussen 10 jaar geleden en nu bijvoorbeeld? Het belangrijkste verschil is natuurlijk het mediaconsumptiegedrag. De tijd dat we met het hele gezin rond de televisie zaten en alle reclameboodschappen op ons af lieten komen, die is natuurlijk wel voorbij. 10 jaar later zie je dat vader en moeder boven de 35 nog voor de televisie zitten. En dat vooral de kinderen achter een laptop zitten om daar de media tot zich te nemen. Lijkt me een aardige uitdaging van de communicatie. Ja, nogal, ja. 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 Wat natuurlijk niet veranderd is, zijn motivaties van consumenten. Koopmotivaties. Koopmotivaties. Ja. Dat is, nou kan je wel bijna zeggen, onveranderd gebleven. Alleen hun gedrag is natuurlijk wel veranderd door de opkomst van nieuwe media. Ja, ja. En als je dan toch die oude media bekijkt, want die zijn niet weg nog. Die is zeker niet weg en die zal de komende jaren ook niet verdwijnen. Merken zullen moeten werken aan hun zichtbaarheid. En zolang mensen nog wel massaal kijken naar de Champions League en naar de Voice of Holland en dat soort populaire programma's, loont het ook zeker om aan je zichtbaarheid te werken op televisie. Ja, ja, Dat zal alleen in belangrijke mate meer zijn toebedeeld aan grote merken met grote budgetten. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat de Albert Heijn's van deze wereld en de Heineken's en vooral de wasmiddelen voorlopig nog wel hun budgetten op televisiezenders blijven spenderen. Maar reclamebureaus zijn ook blij met grote bedrijven en grote budgetten en oude media. Is het dan zo dat die grote bedrijven dan zaken blijven doen met reclamebureaus en de kleinere bedrijven naar meer creatieve oplossingen gaan zoeken? Dat is wel een ontwikkeling die ik zie. Bureaus, of bedrijven, adverteerders die misschien nog gewend waren en gewoon waren om toch nog maar even voor de traditionele media te kiezen. Voor die bedrijven wordt die media eigenlijk onbetaalbaar en zullen zij meer oplossingen moeten kiezen en zoeken in nieuwe media. Lastig daarbij voor deze bedrijven is dat zij moeten zoeken naar een hele relevante propositie. Mm-hmm. En daar is wel een belangrijke rol voor bureaus weggelegd. Wat is nu typisch een probleemstelling waarvoor men bij Michel Cornelissen moet gaan komen? Als bedrijf zijn op het hele communicatiegebeuren. Nou, waar je altijd maar weer naar terugkeert, dat geldt voor alles wat bedrijven doen en wat merken doen, is dat je terug moet keren naar je eigen positionering en je moet afvragen waarom je überhaupt bestaat en hoe je relevant kunt zijn voor consumenten. Want anders dan voorheen, waarin termen als interruption marketing, want dat is de periode die we achter ons hebben liggen, belangrijk was, moet je nu relevant worden voor consumenten. En consumenten gaan naar jou op zoek, anders dan dat wij als merken heel hard naar consumenten gaan roepen. Dat is een grote verandering, hè? Dat is een grote verandering. Ja, ja. En daarvoor moet je als merk wel hele relevante proposities vinden. Ja, ja. En dat zal met name lastig zijn voor merken die gelden als low involvement merken. De wasmiddelen onder ons die zullen het daar heel lastig mee krijgen. Maar goed, er zijn ook kleinere merken en kleine bedrijven die wel relevante proposities kunnen aanbieden. Of waarbij het wat makkelijker is om een relevante propositie te kunnen aanbieden. Ja. Nu merk ik wel dat de jonge lui onder de bureaus, laat zeggen onder de 30, die slaan vaak door naar het heel interactieve gebeuren. Nu heb jij grijze haren, dus je hebt je roots toch in de klassieke media zitten. Ja. En hoe probeer je daar toch een bepaalde balans in te vinden? Nou ja, het aardige is, ik denk dat social media, de impact van social media eigenlijk net zo groot is als de impact van televisie in de jaren 60, 70. Alleen denk ik dat we met social media op dit moment op het niveau staan, even in vergelijking met die televisie, met het moment dat we riepen, kijk eens, de buren hebben ook een beeldbuis. Zo jong en pril is social media nog.
Wat we kennen, wat we heel goed kennen, zijn de spelregels voor televisiecommercials. De spelregels voor social media en het gebruik ervan en hoe we daarmee om moeten gaan als merken. Die liggen nog niet vast. Nee. En we zitten in een periode van trial and error, waarin, waarin we moeten leren en waarin die spelregels en nieuwe vuistregels zullen gaan ontstaan. Okay, voor wat effectieve en wat goede online communicatie is. Als ik het samenvat, dan zeg je eigenlijk van de oude media zijn niet uitgespeeld. Ja. Alleen, vroeger was het alleen oude media en nu komt het erbij. Ze vullen een bepaalde rol, hè, wat we gezien hebben voor brand awareness. Daarnaast heb je de nieuwe media, maar ja, wat daar de kracht van is, dat moeten we nog uitproberen met z'n allen. En eigenlijk zal de toekomst van liggen in een symbiose tussen oude en nieuwe media, ieder op zijn eigen kracht. En dit was het Cor Molenaar Journaal. En vandaag was ik in gesprek met Michel Cornelissen. Mediastratege.